Hoi YouTube, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je tie-dye nagels kunt maken, aangezien het super vrolijk staat en perfect is voor deze zonnige dagen. Ik ga een hele hoop kleuren gebruiken van de Dabur Milano Gel Effect collectie, maar je kunt natuurlijk gewoon de kleuren gebruiken die je zelf al hebt. Eerst begin ik met een witte basislaag. Dit zorgt ervoor dat de kleuren die ik er overheen ga aanbrengen de mooiste kleur geven omdat ze iets feller zijn. Nu ga ik één voor één de kleuren aanbrengen door korte streepjes op mijn nagels te maken. Ik doe eerst één laagje en als alle kleuren klaar zijn, doe ik nog een tweede laagje op de stukken waar het moet. Als je kwast niet meer zo fijn werkt, betekent het dat er te veel nagellak op de kwast zit die droog geworden is, waardoor je kwast hard wordt. Maak dan je kwast even schoon met nagellakremover en je kunt weer verder. Natuurlijk maak ik de randjes schoon met aceton en mijn eyelinerkwast van de HEMA en ik breng een topcoat aan. Hier is het resultaat. Ik vind tie-dye nagels echt superleuk. Laat mij weten welke video's je nog graag wilt zien en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en je kunt me ook volgen op social media. Bedankt voor het kijken!